Goedemorgen allemaal. Vanochtend wil ik heel graag een mooi Bijbelvers met jullie delen. En dat komt uit 1 Petrus 3 vers 9. Daar staat, vergeld geen kwaad met kwaad. En als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Zegen juist, opdat u zelf zegen ontvangt. Want daartoe bent u geroepen. Petrus nodigt ons uit om elkaar te zegenen. En niet uit te schelden, af te branden. Of voor allerlei lelijke dingen uit te maken, zoals tegenwoordig veel voorkomt op Facebook, televisie, radio en zelfs op straat. In plaats daarvan, zegenen. Daartoe zijn wij geroepen. Het goede over elkaar uitspreken. God zegen, zijn vrede, zijn shalom. Vrede is de kern van de zegen. Vrede die wordt gevonden in een echte relatie met God. Laten we elkaar dus zegenen. Het goede uitspreken over de ander. Gods vrede. Ik wens jullie allemaal veel zegen. En zie uit naar de Bijbeltekst van volgende week. Voorgelezen door Mijntje Wijma. Ik wens jullie allemaal veel zegen. Shalom.